Sinds het fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug tussen Leiden en Leiderdorp is opgeheven, is het een stuk drukker aan de zuidzijde. Daar moeten alle fietsers, brom- en snorfietsers nu overheen. Ook moet het langzaam verkeer vaker oversteken en dat leidt, zeker tijdens de drukke ochtendspits, tot problemen. En, zoals vanmorgen, zelfs tot aanrijdingen. Deze ochtendspits ging het mis op de oversteekplaats op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan en de Sumatrastraat. Pas over 2 jaar is er een echte oplossing. Dan is het hele gebied opnieuw ingericht ten behoeve van de Leidse Ring Noord. Inclusief fietstunnels die de verkeersstromen scheiden.